Bij Oostenkeer rijden we de Canyon Road, een schitterende weg door een flinke canyon. We rijden eigenlijk op de bodem van de rivier, op een bedding. Wat een rotsen. Dit is nog altijd het uiterste zuiden van Namibië. Woestijngebied met de canyon. Prachtig. Je hebt geen idee hoe die weg draait en waar die uitkomt. Fascinerend. Je denkt dat het dood loopt. Maar dat is niet zo. Mooi, Annemarie? Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. We zijn uit de canyon. De vraag wat ligt er achter die heuvel. En hebben we het juiste trek te pakken. We rijden nu op een zogeheten Rocky Plains. En het vraagteken begint al bij de eerste splitsing. Moet je links of moet je rechts? En dan kies je het pad met de meeste wielsporen. We verlaten een enorme vlakte en rijden nu weer een kloof of een canyon in. Flink rotsachtig hier. Er is al puin naar beneden gekomen. Ja, dit is zo'n echte bandenkiller. Scherpe stenen. En dan moet je voorzichtig langs gaan. Er goed overheen. Zo. Dit is poep. Vermoedelijk van een zebra. Maar we hebben nog steeds niets gezien. En er zijn nog meer van die rotsachtige hindernissen die genomen moeten worden. Ja, dat gaat goed. En het achterwiel, ja, dat gaat ook goed. Moet er toch niet aan denken dat ik hier in die hitte een band moet verwisselen. Nou, Henk zou het hier wel even Spaans benauwd krijgen. Oei. Even stoppen met filmen om aanwijzingen te geven. Ja, ja. Nu het achterwiel. Ietsje. Ja, dat gaat goed. Hierheen, oké. Ja. Nou, dat heeft Annemarie weer fantastisch goed gedaan. Hoe ging die, Annemarie? Oh, uitstekend. Onvoorstelbaar. Alles heel? Onvoorstelbaar, alles heel perfect. Ja? En hoe gaat het met je hart? Nee, hij is oké. Mooi zo. Hey, goed gedaan, hartstikke goed. Ja, nu scherp draaien hierheen of een steek maken. Dat valt niet mee. Oef, dat was. Ho. Ja, die kant op. Langzaam, die kant op. Zo, oké. Goed zo. Mijn leven. Ja? Oh, hier geniet je van. Oh, echt leuk.
Ik geloof dat we een flink aantal rotsachtige hindernissen hebben genomen. Er ligt hier steeds meer poep, maar nog geen beest gezien. Om eerlijk te zijn, dit zou niks zijn voor heen komt te rijden. Maar Annemarie geniet ervan. Er staan hier nog wat dode kokerbomen. Wat een ruig gebied. En dan passeren we hier weer een dode kokerboom. Een quiver tree. Flink afdalen over een stuk rotspiste. Zo. En Annemarie die draait er haar hand niet voor. Stuurt hier bijzonder geconcentreerd tussen alle gaten, rotspunten, ribbels, richels en weet ik veel wat door. Dat doet ze op haar gemak, terwijl ik hier met samengespannen bilspieren in die wagen zit. En daar lopen wilde paarden rond. Mooie beesten. En hier ook nog een merrie met een veulen. Ja, sommige paarden moet je in de gaten houden. Die willen nog wel eens schoppen. Ja, ze zijn nieuwsgierig. Grotere worms. Ja, twee koedoes. Prachtige koedoe. Hier staat die tweede koedoe.